Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenweekvlog. Ik ben juf van groep 6 en ik ga jullie meenemen in mijn week. Volgens mij zit het alweer echt de vijfde of de zesde week dat ik dit doe. En ik vind het echt zo mega leuk. En we gaan vrijdag ook echt iets heel leuks doen met de klas. Dus ik kan niet wachten om het jullie te laten zien. En het is dus nu maandagochtend. Het is 8 uur. En ik ben dus nog even aan het voorbereiden voor vandaag. Als je heel veel zin hebt, dan zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb dus vanochtend mijn haar, nou ja, gisteravond gekruld met zo'n badjas. Dus het is nog echt heel erg heftig. Maar dat moet dus nog eventjes uitzakken. Ik had wel het bord al helemaal in orde gemaakt. Dus dat is echt top. En ik moet dus nu nog een paar kleine dingetjes doen. En morgen ben ik dus niet op school, want dan heb ik een begrafenis. En dan hebben ze een kunstenaar in de klas. Dus dat is wel heel erg leuk voor ze. En ik ga dus nu eventjes alles klaarzetten. En we hebben een beetje te veel glitter gebruikt. Gaat dat nu op mijn bureau vallen? Nee, dat niet. Ga niet weer. Nee, dat niet. Ah, wat lief. Heel lief. Heel lief. Schatjes zijn jullie. Om wat we hebben gedaan. We hadden een Mars en een Snicker. Wat moeten ze voorstellen? Aardplaten. Ja, twee aardplaten. Die bewegen naar elkaar toe. En wat gebeurt er? Welke ging er kapot? De Mars. En dit ontstaat er. En dat gaan ze dus nu hier invullen. Een soort experiment. En ze vergelijken dan aardplaten met elkaar. Tromgeroffel! Vraag nummer 6. Waarom zijn bellen rond van de bellenaars? Gaan wij vrijdag stellen bij de Hoezo Show? Is echt een hele goede vraag. We hebben een grote kans. Echt waar, geloof me. Andere vragen zijn namelijk voorbij al gekomen in andere dingen. Die kiezen ze natuurlijk sowieso niet uit. Deze vraag heb ik nog nergens voorbij zien komen. Dus we hebben een grote kans hoor, jongens. Dus die ga ik opsturen. Misschien gaan we wel winnen. Good morning, het is vandaag woensdag. En ja, gisteren was de afscheid echt mega mooi. Dus vandaag voel ik me daar wel een soort van goed over of zo. En ik ben nu aan het wachten in de auto, want mijn auto is echt helemaal bevroren. Dus ik dacht, ik film alvast het ochtendintro even hier. Vandaag is het dus woensdag, we hebben een korte dag. Ik heb dus alleen nog niet voorbereid omdat ik er gisteren niet was. En maandag had ik daar gewoon geen tijd voor. Dus ik ga dat zo nog eventjes doen, dus ik ben wel wat vroeger dan normaal. En ja, we gaan er gewoon een goede dag van maken. Dus daar heb ik zin in. Ik ben gewoon blij dat ik gewoon afleidingen heb. En ja, vandaag komt een nieuwe vlog online. Dus dat vind ik ook heel fijn. En ik ga nu naar werk rijden. Oké, ik ben in de klas. Dus ik moet even alles klaarzetten. Maar er liggen twee dingen. Kijk, volgens mij hebben ze dit gemaakt. Een soort dieptetekening. Heel vet. Dus dat ga ik even aan ze vragen. Oh, daar ligt er nog één. Ziet er heel gaaf uit. Ik denk dus dat ze iets van diepte hebben getekend. Of een hotel of zo. Ik heb geen idee. Ik ga het straks aan ze vragen. Ik ga nu eerst even het bord in orde maken. Die had ik nog niet klaarstaan. Zo. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Het is vandaag woensdag 8 februari. We gaan zo van rekenen en klaar voor de toets maken. Dan gaan we schrijven, dus 30 en 31 doen. We gaan eten, drinken, buiten spelen, taalles 7. En gaan we aan ons werkstuk werken en dan is de dag alweer voorbij. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar gisteren. Wat moesten jullie doen of wat hebben jullie gemaakt? Of
Wat heeft ze verteld? Dus je maakt een stad van de toekomst. En moesten jullie allebei een eigen blad? Of hoe werkte dat? Ja. Leuk. En moest je dan van tevoren afspreken wat je ging doen of niet? Zelf kiezen. Leuk. En de rest heeft het al mee naar huis genomen, denk ik. Ja. Toch? Ja. Ik had wel gehoord dat jullie niet zo lief waren. Ik kan daar iets over vertellen. Hoe ging het gisteren in de klas? En waarom doen jullie dat dan? Want bij mij doen jullie dat toch ook niet? Het is toch juist heel erg lief dat er zo'n mevrouw van jullie komt. Anders moesten jullie gewoon de hele dag werken. Dus omdat er iemand anders was, gingen jullie een beetje kijken of je een beetje anders kan doen. Dus ik wil volgende keer wel gewoon dat jullie ook doen zoals jullie bij mij doen. En niet omdat er opeens iemand anders is dat je dan gek mag lopen doen. Toch? Les 7 van taal. Ik oefen het herkennen en gebruiken van het onderwerp en de persoonsvorm die bij elkaar horen. Wat was ook alweer de persoonsvorm? En die kan je vinden op 3 manieren, de persoonsvorm. Manier 1. Een vraagzin maken en dan komt de persoonsvorm vooraan. Meervoud of enkelvoud. Dus dan ga je hem veranderen. Ja, de tijdsprof, dus je gaat de tijd veranderen. Dan nog het onderwerp. Wat is dat ook alweer, het onderwerp? Als de persoonsvorm in het enkelvoud staat, dan staat het onderwerp. Als de persoonsvorm in het enkelvoud staat, dan staat het onderwerp. Ja, allebei dan in het enkelvoud. En als er één in het meervoud staat, zijn ze allebei in het meervoud. Oké, gaan we kijken. Zet een rode streep onder de persoonsvorm. Dus dat is fijn, want dat doen wij ook altijd. Zet een groene streep onder het onderwerp. Schrijf op of de zin in het enkelvoud of het meervoud staat. Touwpompen zijn betrouwbare werktuigen. Wat is daar de persoonsvorm? En zeg even hoe je hem hebt gevonden. Heel goed, zijn touwpompen betrouwbare werktuigen? En dan is zijn is de persoonsvorm. Het onderwerp, touwpompen. En dan moet je even kijken. Touwpompen en zijn. Is dat enkelvoud of meervoud? Oké, het is inmiddels woensdagmiddag. Maar andere dingen te doen. Dus ik ben nu, het is 2:30. En ik ga nu eventjes mijn vlog online zetten, want dat had ik nog niet gedaan. En ik moet zo eventjes nog vanmorgen wat dingen klaarzetten. En ja, het ging vandaag eigenlijk al weer heel goed. Ik was wel blij om gewoon weer te werken. Maar het ging prima. Oké, even een heel ander beeld. Maar ik heb een heel groot pakket van Naked. En ik dacht, het is wel heel erg leuk om dit gewoon nog tussendoor te doen. Omdat mensen dat ook hadden gevraagd in de comments. Want ik vind het wel nog heel erg leuk als je gewoon shoplogs doet. Dus ik ga gewoon het allemaal laten zien. En als je het niet leuk vindt, dan zie je hier een tijd waarin er kan doorspoelen. En ja, ik heb ook voor jullie weer een kortingscode. En ik ga ook alle items gewoon aandoen en aan jullie laten zien. En ik ben echt mega benieuwd. Als eerste, ik heb dus wat rode items. Echt helemaal niks voor mij. Maar ik heb dus deze schoenen nieuw. En ik dacht, hoe leuk is het om dan wat rode items erbij te doen. Dus als eerste deze. Maar hij is echt heel fel. Het is namelijk gewoon een rode blazer. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. En dan heeft hij gewoon van die knopen die dezelfde kleur zijn. En ik denk... Ja, ze zijn wel een klein beetje een andere kleur, maar ik denk dat dat echt helemaal niets uitmaakt. Dus dat is deze blazer. Echt heel erg leuk. Dit is de rode blazer. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind hem echt super leuk en hij is lekker oversized. Dus dat is echt top. Ik heb namelijk een bruine leren broek die ik echt mega leuk vind, maar soms best wel een beetje lastig te combineren. En toen zag ik deze trui. En die heeft dus van die bruine strepen een beetje. Dus ik dacht, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Deze heb ik in een maatje S. En hij is dus niet helemaal wit, maar gewoon een beetje crème. En dan heeft hij bij de mouwen van die bruine strepen. Echt heel cute. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk staat. En ik vind de kraag ook heel erg mooi. Ik vind deze echt zo leuk. En hij heeft dus van die grote mouwen. En ik zie het helemaal voor me op die bruine broek. Echt heel cute. Heel leuk. Gewoon een beetje wat anders. Nog een rood item. Ik weet niet wat ik dacht, maar... Oké, ik heb namelijk deze trui. Oh, hij zit vast. Zo.
Oh, deze had ik wel wat meer oversized gewild. Maar het is een soort een beetje gebreide trui. Hij lijkt nu heel oranje, maar hij is wel echt heel rood. Ja, deze had ik misschien wel een beetje in een beetje oversized gewild. Ik heb hem nu in een maatje S. Maar ik dacht dat hij heel erg groot zou vallen. Want heel veel bij Naked valt echt mega groot. Maar het is dus deze hele leuke trui. Heel blij mee. Ja, deze trui had ik wel echt wat meer oversized gewild. Want het is best wel een kort model. De kleur komt zo niet over. Maar het is wel echt een mega leuke trui. Maar het is gewoon echt veel meer rood dan oranje. Dan zag ik een mega mooi jurkje. Ik dacht heel leuk voor de zomer. Dus nog niet van nu. Maar ik vond de kleur echt prachtig. Kijk, dit is de kleur in een soort satijnen stof. En dan is het gewoon een jurkje met knopen. Ik heb hem dus in een maatje 38. Ik hoop dat dat niet te groot is. Maar ze hadden even geen andere maten. En ik dacht met zo'n jurkje beter iets te groot dan dat hij te klein is. Ik probeer de laatste tijd gewoon best wel veel op dat ik ga shoppen op wat bij elkaar past. En toen dacht ik weer aan die bruine leren broek. En toen zag ik deze trui. En toen dacht ik, hoe leuk is dit? Het is niet echt iets wat ik snel zou aandoen. Maar ik denk boven die bruine leren broek wel echt heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje S. Ja, het is gewoon best wel een simpele trui. Deze is wel wat meer oversized, dus daar ben ik blij mee. En de onderkant is dus dan zo afgewerkt, helemaal recht. Dus dat vind ik ook wel leuk, een keer zo'n model. En deze truien zijn echt mega zacht, echt mega goede kwaliteit. Dus heel erg blij mee. Ik vind deze trui echt veel leuker dan verwacht. Kijk, die mouwtjes zijn dus een beetje open. En het is wel een beetje een recht model. Je moet er niet te lang naar kijken, want dan word je duizelig. Maar wel echt heel cute. Echt een hele leuke trui. Super blij mee. Oh ja, ik film dit in de ochtend. Dus ik moet een beetje zacht praten. Dan heb ik nog twee items. Waarvan nog een rood item. Ik heb dus best wel een leuke witte broek. En toen dacht ik, als ik deze er nou op doe. Ik vind dit soort kraagjes altijd heel erg leuk. Dat ik deze er dan op doe. Ik heb deze in een maat S. Met die witte broek en dan mijn sneakers. Ik zag het echt helemaal voor me. Echt heel erg cute. Deze voelt ook al echt heel goed. Het is top. Dus hier ben ik ook super blij mee. Oké, jullie gaan dit dus niet verwachten bij mij. Maar ik vind dit dus echt heel leuk. Ik heb er nu een zwart shirt onder. Dat moet ik sowieso niet doen. Maar ik vind dit gewoon heel cute. Ik weet niet waarom. Ik hou gewoon van dingen met zo'n kraagje. Ik ben hier echt heel blij mee. Heel leuk. En dan nog één trui. En is namelijk gewoon een witte trui en een heeft donkerblauwe streep. Ik dacht heel erg leuk voor boven een spijkerbroek. Zo. Het is gewoon een hele simpele witte gebreide trui. En hij heeft een beetje van die grote mouwen. Dus dat vind ik echt super leuk. Ik heb deze ook in een maatje S. En hier ben ik ook echt mega blij mee. Ik heb echt heel veel leuke nieuwe truien. Deze trui vind ik ook al zo leuk. Hij is gewoon echt heel basic. Maar hij valt heel mooi. Die mouwen zijn leuk. Zo, even lekker mijn neus ophalen. Nee, ik vind hem echt heel leuk. Dus ja, ik zet alle linkjes in de beschrijving. En heel veel kijkplezier met de rest van de vlog. Doei! Is vandaag donderdag. En ik ben net op school. Ik had alles gisteren al klaargezet en gedaan. Dus dat is echt top. En ik moest alleen nog op het bord daarachter schrijven wat we gaan doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. De lucht is echt zo mooi. En je ziet het niet helemaal. Maar het is helemaal mooi roze. Dus ik ga nu eventjes dat doen. En dan Het is zo schattig hoe jullie die film aan het kijken zijn. Echt liefies. De foto van de dag. Oeh. Wat zien we? Het zijn wel een beetje toepasselijk. Wat zien we? Een skilift, denk jij? Ja, een skilift. Maar is er sneeuw? Een kabelbaan? Heeft iemand dit wel eens gedaan? Brazilië, denk jij? Peru? Turkije? De kinderen zijn naar de gym en ze hebben net aan hun labboek gewerkt. Ik kan wel een beetje laten zien wat de bedoeling is. We hebben dus een soort van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in één vak. Dat heet bij ons Blink. En ze moesten dus nu, we hadden het over communicatie, is het thema.
En daar moesten ze een onderzoeksvraag doen. Dus hier is bijvoorbeeld, hoe is fluittaal ontstaan? En dan gaan ze een labboek maken. En hier, hoe werkt een oude telefoon? Waarom gebruikten ze vroeger grottekeningen? Dus dat heeft allemaal met communicatie te maken. En dan gaan ze dus een labboek maken. Ze vinden dit heel leuk om te doen. Of hoe is de morsecode ontstaan? Hoe communiceren honden met elkaar? Of met geur? Nou, dus dat zijn allemaal... Dus daar zijn ze nu mee bezig. En ik ga dus nu even nakijken. Want we hebben vandaag een dicté gedaan. En die wil ik er gelijk eventjes inzetten. Want dan is dat ook maar gedaan. Ja, alles klaarzetten voor morgen. En ik ga zo meteen ook even een begin maken aan de rapportstukjes om die te schrijven. Oké, het is donderdagavond. Ik ben net bij mijn vader geweest en ik heb weer geen leuk nieuws gekregen. Dus ik ben er echt helemaal kapot van. Maar ik wil ook niet een soort van doen alsof het goed gaat terwijl het niet goed gaat. Wel zie ik dat ik een Greets pakketje heb gekregen, dus die ga ik even openmaken. Ik heb echt geen idee van wie het is. Ik moet er gewoon om janken, omdat ik het zo lief vind. Ik moest even huilen, maar wat ik wilde zeggen. Dit soort dingen horen er ook gewoon bij. En ja, ik kan wel doen dan alsof het er niet is. Maar dat is ook gewoon flauw, omdat ik wel gewoon alles met jullie deel en alles film. En ik ben gewoon... een soort van zo blij met hoe het gaat en met mijn klas en met werk. En dan als je dan twee tegenslagen hebt, dan ja, ik kan het niet eens uitleggen, maar dat doet gewoon echt heel veel met me. Dus ja, en dan is het heel lastig om een soort van dat privé en werk, omdat dan ja, ik kan het niet eens uitleggen. Maar ja, ik wil wel tegen jullie zeggen dus dat ik misschien dus een beetje afwezig ben. En dat ik op werk gewoon wel alles probeer te filmen. Want ik krijg heel veel afleiding van de kinderen. En ik vind het juist echt heel erg fijn. Maar ik heb het gewoon momenteel best wel zwaar. Dus dat. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En gisteren was ik natuurlijk echt mega emotioneel. En ja, het gaat nu wel weer echt eventjes wat beter. Ik heb goed geslapen. En ja, ik ga gewoon vandaag... Het werk maakt me echt gewoon mega blij en dan vergeet ik gewoon echt alles. Dus daar ligt het sowieso niet aan. En daar word ik juist mega gelukkig van. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik zo mag werken en gewoon lekker met de kinderen. Dat ik ze gewoon kan zien. Dus dat wil ik wel even uit, dat het niet aan mijn werk of iets ligt. Maar er zijn gewoon privé dingen aan de beurt, aan de hand, aan de beurt. En ja, dat is gewoon heel zwaar. Dus er was, ja... En vanmiddag gaan we mijn hondje laten inslapen die ik echt al mijn hele leven heb. Dus dat vind ik ook gewoon echt super moeilijk. Dus het zijn gewoon heel veel dingen die dan opeens bij elkaar komen die het dan heel zwaar maken. Dus dat was een beetje wat er aan de hand was. En ja, ik ben me nu aan het klaarmaken en ik ga zo dus naar werk. Good morning, het is vandaag vrijdag en wij gaan dus vandaag naar de Hoezo Show. We hebben twee verjaardagen en ja, dus het is allemaal een beetje chaotisch. Dus ik ga zo nog heel even het bord in orde maken en ik wil toch nog even iets printen. Want ik dacht eerst, ik ga gewoon een normale spellingsles geven. Maar toen dacht ik, nou, misschien wordt dat wel toch een beetje krap. Dus ik ga het toch een beetje anders doen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En dat ga ik nu doen. Even eens kijken. Dus ik ga even snel alles klaarmaken, want het is zo tijd. Kijk wat ik heb gekregen. Ja, ik heb er maar net nog afgehaald rekenen. Ik dacht, dan wordt het wel heel druk. Ik ben heel benieuwd. Maar het zijn dus chocolate chip speculoze koekjes. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Lekker. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 10 februari en wij hebben een superleuke dag. We gaan vandaag naar de Hoezo Show. En vandaag hebben we ook nog eens tweejarigen. We gaan zo eerst de verjaardag vieren. Dan daarna gaan we taalles 9 doen. Dan gaan we eten en drinken en buiten spelen. En dan na het eten en drinken buiten spelen doen we de verjaardag. En daarna
gaan we spelling herhalen, nummer 1 doen. En dan gaan we lunchen. En dan gaan we naar de Hoezo Show. Yo, yeah. En ik weet niet hoe laat we terug zijn. Misschien, hebben we een half uurtje, misschien een kwartier, misschien drie kwartier. Dus toen dacht ik, dan zet ik gewoon even het werkstuk erop, dat we daar nog even aan kunnen werken. Maar ik weet niet hoeveel tijd we hebben, dus daar moeten we nog even naar kijken. Natuurlijk altijd even een kaartje trekken uit de bak. Kom maar naar voren allebei. Wie wil je? En wat staat er? Nee. Komt niet goed uit, maar we doen het ermee. Ze mag op mijn stoel zitten. Moet ik weer op zo'n kruk? Ja. Nou, wissel maar op. Ja, ik heb ze zelf gemaakt, de kaartjes, dus ik mag ook niet klagen. Kom maar naar voren. Kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Jij bent nu jarig, hyper de piepoera. Lang zal ze leven. Hey, welkom allemaal. Welkom. Welkom bij de grote Hoezo Show. De show waarbij jullie de vragen stellen en een aantal superslimme wetenschappers die vragen straks gaan beantwoorden. Jullie hebben al een superslimme vraag gesteld. Dat is de kern. Ja? Kijk, daar gaan we. We gaan even een in de pier kleine vlammetje maken. En jullie mogen even aftellen, want ik ben bang. 3, 2, 1. We zijn net bij de Hoezo Show geweest. Vonden jullie het leuk? Ja! En we hebben dus... gewonnen! Ja, we hadden een hele leuke vraag. We hadden waarom zijn zeepbellen rond en we hebben dus gewonnen. Ja. Dus dat is wel extra leuk. En we gaan nu weer terug naar school. Het was heel erg leerzaam en we hadden hele leuke vragen. En hoe laat is het eigenlijk? Bijna 2 uur of zo? Dus we gaan nu weer lekker terug. 7 over 2. Dus we gaan nu weer lekker terug naar school. Ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Het was echt de meest bizarre week ooit in mijn leven. Gewoon zoveel gebeurd. Het is echt bizar. Ik hoop dat jullie toch... Ja, ik vond het ook zonde om de vlog niet online te zetten. De vlog leuk vonden. En dit hoort ook gewoon bij. En heel erg bedankt voor het kijken.